Hallo, van harte welkom op deze online infosessie. Ik ben Tristan Fransen, opleidingshoofd voor de Cluster Information Technology. En langs deze weg geef ik je graag meer uitleg over onze professionele bacheloropleiding toegepaste informatica. De opleiding situeert zich binnen de Cluster Information Technology van het departement PXL Digital. De opleiding omvat 3 afstudeerrichtingen: applicatieontwikkeling, software management en systemen en netwerkbeheer. Naast de reguliere opleiding hebben we ook 3 graduaatsopleidingen. Een graduaatsopleiding systemen en netwerkbeheer, programmeren en digitale vormgeving. De opleiding is een praktijkgerichte brede opleiding met focus op het bouwen van innovatieve digitale oplossingen. De studieduur bedraagt 3 jaar en omvat 180 studiepunten. Binnen de opleiding heb je de mogelijkheid om je te specialiseren via afstudeerrichtingen en keuzeopties. Zo hebben we de afstudeerrichting applicatieontwikkeling met 2 keuzeopties: full-stack development of artificial intelligence en robotics, de afstudeerrichting software management en de afstudeerrichting systemen en netwerkbeheer. Naast de reguliere opleiding hebben we ook een opleidingstraject voor werkstudenten genaamd Switch to IT. De opleiding laat studenten groeien tot IT-professionals met een sterk technologisch draagvlak, stevig ingebed in de businesscontext. We leiden professionals op met de nodige competenties en vaardigheden om actief te participeren binnen een sector continu in transitie. Kortweg gezegd, we leiden IT-professionals op die de digitale oplossingen van morgen zullen bouwen. En welke zijn die digitale oplossingen? Dat gaat natuurlijk heel erg breed. Dat gaat van het ontwikkelen van een webshop tot het bouwen van autonoom rijdende robots of het implementeren van een cloud-infrastructuur. Wanneer we digitale oplossingen ontwikkelen, dan vertrekken we steeds vanuit de vereisten van de klant. De klant kan een organisatie, een bedrijf zijn, maar ook een eindgebruiker. En op basis van die vereisten gaan we dan een systeem ontwerpen, bouwen, testen en effectief in productieomgeving brengen en gaan onderhouden. Waar komen jullie terecht? Wel, dat kan zijn bij een IT-bedrijf, dat kan zijn bij een commercieel en dienstverlenend bedrijf, maar kan evenzeer ook in de medische sector zijn, of een eigen onderneming, enzovoort. Het opleidingsprogramma bestaat uit 2 fases: een generieke fase en een specialisatie- en integratiefase. De generieke fase situeert zich binnen semester 1, 2 en 3 van de opleiding. Het eerste 1,5 jaar gaan we jullie de fundamentele bouwstenen meegeven vanuit 3 verschillende perspectieven: application development, business and IT en systems and networks. Binnen application development leren we jullie toepassingen te programmeren in Java, C#, Python en webtechnologieën. Binnen business and IT leren jullie welke rol IT speelt in de digitalisering van een organisatie. Daarnaast leren jullie ook hoe vandaag de dag een moderne IT-organisatie denkt en werkt en hoe zij data gebruiken voor de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Binnen het perspectief systems en networks leren jullie een computernetwerk en computersystemen opzetten in een Linux, Windows en cloud-omgeving. Vanaf semester 4 gaan jullie dan kiezen om jullie verder te specialiseren. Dat gebeurt dan binnen een van onze afstudeerrichtingen en keuzeopties. De afstudeerrichting applicatieontwikkeling met keuzeoptie full-stack development, daar gaan we volledige applicaties ontwikkelen van front-end tot back-end. We gebruiken daar uiteraard state-of-the-art technologieën en best practices vanuit de industrie. Belangrijk is dat we onderhoud, uitbreid, test en schaalbare oplossingen gaan ontwikkelen. En uiteraard beperken we ons niet tot eerder traditionele bedrijfstoepassingen, maar gaan we ook op zoek naar innovatieve oplossingen. Zo gaan we onder andere virtual reality of augmented reality toepassingen ontwikkelen. We maken daarbij steeds gebruik van de meest moderne frameworks en dat gebeurt dan via ASP.NET Core, React, Java Spring, Symfony enzovoort. Binnen de keuzeoptie Artificial Intelligence en Robotics gaan jullie digitale oplossingen verder gaan automatiseren.
Jullie gaan machine learning en deep learning technieken toepassen voor het creëren van slimme toepassingen. Zo zullen jullie leren om robots softwarematig te gaan aansturen, om op die manier zelfrijdende auto's te realiseren of om drones autonoom inspecties te kunnen laten uitvoeren. De afstudeerrichting Software Management vervolgens, dat is de link tussen business en IT. Jullie gaan daarbij de vereisten van de klant vertalen naar een digitale oplossing. En die digitale oplossing die moet misschien niet volledig vanaf nul geprogrammeerd worden. Jullie kunnen ook gebruik maken van bestaande platformen om innovatieve bedrijfsplatformen te ontwikkelen met een focus op de digitale transformatie van bedrijfsprocessen. Zo gaan jullie bijvoorbeeld e-commerce systemen gaan bouwen in combinatie met marketing, service, sales en analytics. Uiteraard is het ook belangrijk om IT-projecten op een correcte manier te gaan opvolgen en bij te sturen. Daarvoor krijgen jullie projectmanagementtechnieken aangeleerd via moderne methodologieën en tools. Uiteraard is ook het bouwen van een kwalitatieve oplossing erg belangrijk en vandaar dat we binnen deze afstudeerrichting inzetten op software quality management. En tot slot hebben we de afstudeerrichting systemen en netwerkbeheer. Hier gaan jullie interacties en datastromen in verbinding brengen tussen allerlei applicaties, toestellen en machines. Jullie gaan met name systeem- en netwerkinfrastructuur gaan installeren, configureren, beveiligen en onderhouden. En dat kan on-premise in een bedrijf zijn, maar uiteraard gaan we ook meer en meer naar de cloud. Het feit dat we naar de cloud gaan, betekent ook dat we rekening moeten houden met allerhande beveiligingsaspecten. We willen onze persoonlijke en professionele identiteit kunnen bewaren, vandaar ook dat we binnen deze afstudeerrichting focussen op security. Ook automatisatie en DevOps zijn binnen deze afstudeerrichting niet weg te denken. Wanneer jullie afstuderen, dan gaat er een grote wereld voor jullie open. Want IT is en blijft een knelpuntberoep. Zo zijn er heel wat beroepsmogelijkheden. Jullie kunnen starten als softwareontwikkelaar, digitale transformatiecoach, cloud- en security-specialist en zoveel meer. Goed, en dan nu enkele troeven van de opleiding. Community-driven onderwijs. Daar zetten we sterk op in. Het is een samenwerking tussen onze studenten, die we junior collega's noemen, onze collega's, bedrijven en onderzoekers. Hoe doen we dat? Wel, ons onderwijs is gehuisvestigd op de campus in Hasselt. Gebouw B en ons gloednieuwe gebouw, gebouw G. We werken nauw samen met het expertisecentrum Smart ICT binnen PXL Research. Vanaf het tweede jaar gaan we ook naar de Corda Campus, de high-tech bedrijvencampus in de EU-regio. Daar werken we nauw samen met bedrijven en voorzien we grote projectruimtes waar onze junior collega's kunnen samenwerken aan authentieke projecten. Ook Innovation Labs, onze AI-hub, een classroom zijn daar aanwezig. Maar studenten gaan ook meer en meer ingebed in de bedrijven aan projecten werken. Ook internationaal trekken we ons community-driven onderwijsmodel door. Zo krijgen onze junior collega's de kans om stages in het buitenland te lopen of zelfs gedurende een semester of een volledig academiejaar te studeren in het buitenland. Daarnaast zijn er nog heel wat andere kortlopende internationale activiteiten, zoals bijvoorbeeld de internationale minor, het excellentieprogramma, internationale bus-IT-weken en de internationale studiereis in het derde jaar. Willen we innovatieve digitale oplossingen ontwikkelen, dan moeten we inzetten op onderzoek en innovatie. Dit doen we binnen de opleiding vooral in het tweede en het derde jaar, waarbij studenten zich verder kunnen specialiseren binnen een bepaald domein, zoals bijvoorbeeld blockchain, AI, mixed reality, software testing, business intelligence en zoveel meer. En dat gebeurt dan binnen de innovatieroutes en seminaries van de opleiding. Naast de innovatieroutes en seminaries zetten we ook in op onderzoek en innovatie binnen de verschillende projecten binnen de opleiding. Zo hebben we het project op het eerste jaar, een project op het tweede jaar,
het grote IT-project als voorbereiding op het bachelorproject wat de studenten realiseren op het einde van de opleiding. De studenten werken steeds samen aan authentieke opdrachten waarbij we als doel hebben om hen uit te dagen, te enthousiasmeren en warm te maken voor innovatie en onderzoek. Naarmate de opleiding vordert, zetten we meer en meer in op de samenwerking met bedrijven en het expertisecentrum Smart ICT. Enkele voorbeelden van projecten. Onze studenten bouwden onder meer zelfrijdende wagens, drones die autonoom over een bedrijventerrein kunnen vliegen om gevaarlijke locaties bij een brand in kaart te brengen, of het ontwikkelen van een mobiele toepassing waarmee we de aanwezigheidsregistratie van kinderen in de kinderopvang kunnen automatiseren via onder andere een QR-code. Een laatste troef van de opleiding is persoonlijke ontwikkeling. De Hogeschool PXL gebruikt de X-factor als kompas om onze junior collega's op te leiden met de nodige empathie. Dat betekent dat we verwachten van onze junior collega's dat zij zich kunnen inleven in de gevoelens en gedachten van anderen. Ook binnen onze opleiding is dat heel erg belangrijk. Onze junior collega's moeten kunnen samenwerken in team, samen met andere junior collega's. Ze moeten kunnen samenwerken met verschillende afdelingen over bedrijven heen. Ze moeten kunnen samenwerken met klanten. En vandaar dat we hier ook erg sterk op inzetten. Binnen onze leerlijn persoonlijke ontwikkeling gaan onze studenten hun soft skills verder verbeteren, inzetten op communicatie, samenwerken in team, maar zeker en vooral ook inzetten op hun eigen talenten en kijken hoe dat ze die talenten kunnen aanwenden binnen de verschillende projecten. Tot slot kom ik ook nog even terug op de opleiding Switch to IT. Dat is onze professionele bacheloropleiding toegepaste informatica voor werkstudenten. De opleiding is gefocust op applicatieontwikkeling full-stack development. Het is gericht op werkstudenten die de ambitie hebben om een switch te maken naar IT. Wil je graag instappen? Dan kan dat na een kennismakings- en intakegesprek. Zo, wil je graag meer weten over onze opleiding? Kom dan zeker naar onze online infodag op zaterdag 25 april van 10 tot 2. We kijken er naar uit om jullie daar te mogen begroeten. Tot binnenkort.